archeologie. Het is eigenlijk puzzelen voor gevorderden. Af en toe vind je wat stukjes, je kijkt of het past en wat het je vertelt over de complete puzzel. Het lijkt wel het oplossen van een raadsel, want hoe meer je ontdekt, hoe raadselachtiger het soms wordt. Neem nou die Romeinen. We weten inmiddels het nodige van ze, maar we staan telkens weer verbaasd over hun kennis, kunde en vaardigheden. Museum het Valkhof in Nijmegen nodigt dan ook de kinderen uit de komende weken het Romeins raadsel op te lossen. Wij doen elke zomer een kinderproject organiseren hier op de benedenverdieping in de projectruimte. Speciaal in de zomervakantieperiode. En eigenlijk, we hebben natuurlijk een hele mooie collectie Romeinse archeologie. En in de collectie een hele, vind ik persoonlijk, intrigerende vondst. Een vondst van de overblijfselen van een feestmaal in de Romeinse tijd, in de hele vroege Romeinse tijd. En die vitrine die laten we hier zien, en dat is het uitgangspunt, of die vondst die laten we hier zien, is het uitgangspunt geweest van dit project, het Romeinse raadsel. We hebben dit met onze vaste vormgever gedaan, Marga van den Heuvel van Maartse Hazen. En zij heeft een vormgevingsbureau en de ruimte hier mooi vormgegeven weer. Het project is dan in samenwerking gegaan met onze sectie educatie van het museum. Hey, jullie zijn al eventjes bezig. Hoe loopt het tot nu toe? Ja, erg leuk. Er zijn veel kinderen al geweest die pogingen hebben gedaan het raadsel op te lossen. En we hebben ook heel veel leuke reacties gehad van hen. Dus we zijn erg tevreden over hoe het tot nu toe loopt. Ja, het is heel interactief met een compleet boekje erbij. Ja, dat klopt. Marga van den Heuvel van Maartse Hazen heeft ook samen met ons het boekje gemaakt. Zij heeft getekend voor de vormgeving, seks, educatie voor de inhoud. Het zijn 6 levels die je moet gaan spelen. En elk level, daar hoort stickertjes bij die je op de juiste plek moet gaan plakken. En uiteindelijk los je het raadsel een heel eind op. En dan vragen we ook op het laatst nog een stukje van je eigen fantasie om ons, het museum en de archeologen te helpen met de invulling van wat er nou precies is gebeurd met die bijzondere vondsten hier in het museum het Valkhof. Ook hier in het boekje kunnen kinderen al wat vertellen over hoe ze het hebben gevonden. Op de laatste pagina, dit is een heel nieuw boekje, dat moet nog ingevuld worden, maar er is ruimte om je fantasie de vrije loop te laten om te schrijven, te tekenen waarvan wat je denkt wat er is gebeurd met het servies wat hier kapot te zien is. Hebben ze ruzie gemaakt? Hebben ze alles van tafel gegooid? Moesten ze opeens vluchten omdat er heel zwaar onweer aankwam? De fantasie kan de vrije loop gaan. Daar waar de archeoloog gestopt zijn met invullen van wat er precies is gebeurd, kunnen de kinderen verder gaan voor ons. Ja, het is echt specifiek gericht op kinderen tussen de 4 tot en met 12 jaar. Gaat het dan om individuele kinderen met name? Of zijn bijvoorbeeld schoolklassen en kinderpartijtjes ook welkom? Het is welkom voor iedereen natuurlijk. Voor individuele kinderen is het erg leuk om bijvoorbeeld met de ouders of de grootouders hier naartoe te komen. Maar we bieden het ook aan scholen straks in september. We zijn ook voor het eerst langer met het zomerproject geopend. Normaal eindigen we eind augustus, maar nu gaan we ook nog tot in september door. Zodat de schoolklassen straks ook eventueel kunnen komen. We bieden een mooi combinatieprogramma aan met onze collectie archeologie. Maar je kunt hier ook op zondagmiddag met je opa en oma komen. Of met de buurvrouw of met je beste vriendinnetje of vriendje. Het is voor iedereen open. En ook alle dagen dat jullie geopend zijn, is de tentoonstelling ook geopend? Klopt, ja. Het Romeinse raadsel kun je van dinsdag tot en met zondag tussen 11 en 5 komen spelen. Dus dat is precies de tijd dat het museum geopend is. Je kunt het Romeins raadsel nog proberen op te lossen tot en met 22 september. Kijk voor alle informatie op www.museumhetvalkhof.nl.